Ja, daar staan we dan, naar de eerste korte proef. En ik zie een grote grijns. Is die terecht? Heb je je vermaakt? We hebben ons vermaakt, hè. En daar zijn we voor hier. Dus ja, het ging eigenlijk niet verkeerd. Kon beter, maar ja, daar moeten we natuurlijk anderen de schuld geven. Maar de proef is nog heel lang, hè. 14 wedstrijddagen. Dus we hebben tijd zat om wat goed te maken. Wat is er gebeurd? We hebben eigenlijk een goede start gehad. Alleen na een kilometertje of 4, 5 zat er een langzame deelnemer voor ons. Vermoedelijk met pech. Maar die reed niet zo snel, dus we hebben een keer of twee moeten stoppen vanwege de hoop stof. En, maar ja, na een kilometertje of 5 denk ik dat we hem hebben kunnen inhalen. En de proef afgemaakt. Dus we zijn redelijk goed gefinished. Volgens mij halverwege in onze klasse. Ja, er valt nog zoveel mooie momenten te maken, dus dat komt wel goed. En vaak wordt er van zo'n proloog gezegd van ja, je kan meer tijd verliezen dan dat je hier kan winnen. Dus in die zin, het is ook alleen de startpositie die voor jullie op het spel stond? Ja, de startpositie is eigenlijk het enige wat belangrijk is om... je komt graag vroeg binnen. Hè? Dus het is niet zo dat je graag in de donker wil finishen. En dat is wel, daar is de startprocedure of de startpositie wel belangrijk voor. Ja. Nou, je zegt ja, niet alles ging goed, maar dat heeft dus vooral met die voorligger te maken? Ja, helaas. Ja. En... Maar vandaag ging het heel goed. De navigator deed perfect zijn werk. Dus ik ben hartstikke blij. En zoals gezegd, 14 wedstrijddagen. We gaan ons best doen, kopje erbij. En dat komt goed. Oké, nou dankjewel. En dan spreken we elkaar morgen wel weer en kijken of het dan zo gelukt is als jij hoopt. Dankjewel. Heel mooi. Dank je. Fijne avond nog.